Taal is een expressiemiddel en kan voor een groot deel je identiteit bepalen. Wat gebeurt er met je uitspraak als je verhuist naar een gebied waar ze een ander accent hebben? En kun je bewust een ander accent kopiëren? Taalwetenschapper Steven Gilbers doet er onderzoek naar. Zijn onderzoeksmateriaal? Rapper Tupac. De reden dat ik hem taalwetenschappelijk wilde onderzoeken was en omdat hij van accent ging veranderen tijdens zijn leven, maar ook omdat er heel veel materiaal van zijn taal beschikbaar is. Wat ik heb gedaan is dat ik eerst allerlei interviews met Tupac heb opgezocht. Vanaf 1988 tot en met 1996. En toen heb ik in die interviews geanalyseerd hoe lang zijn R-klinkers klonken. De reden dat ik dat deed is omdat we weten dat in New York de klinkers veel korter zijn dan in Californië die klinkers zijn. Man to man. Just you and them. No guns, no nothing. Hier heb ik een voorbeeld van Tupac die man to man zegt in 1996 tijdens een interview. Dat klinkt zo. Man to man. Hier heb ik de eerste klinker van het eerste woord man. En die heb ik geselecteerd, het begin- en eindpunt uitgezocht. En dan hoor je dat die zo klinkt. Man. Wat je dan ziet is dat die 242 milliseconden lang is. En voor die tweede klinker in het tweede woord man is het 307. Die klinkt zo. Man. Man. Zo heb ik al die interviews doorzocht voor al die R. Klinken duur. Ja, en wat je ziet als je al die data samen bekijkt, is dat die tot 1995 steeds zijn klinkers ietsje langer werden, zo'n 2% per jaar. Maar na 1995 zo'n 20% ten opzichte van de periode daarvoor. Oftewel een veel explosievere groei daarna. En dat is precies het moment dat hij ook het boegbeeld werd van Westkust hip-hop. Als je dit lostrekt van Tupac, is deze case study heel interessant voor de taalwetenschap, omdat het laat zien hoe de interactie tussen sociale factoren die je taal veranderen en puur cognitieve, linguistische factoren die je taal veranderen, hoe die interactie daartussen in zijn werk gaat. Man to man, just you and them.